Nou, de mannen uit Rijksbergen zijn begonnen met het oogsten van de schelt. En dat doen ze op ambachtelijke manier. Met een piklat en een zicht. En dan worden er hoopjes van gemaakt die dan later met een halm worden vastgebonden. Het is mooi weer. Dat was het hoor. Ja. Ze zijn met z'n zessen. Dus ieder heeft een vak waar hij mee begonnen is. En na het oogsten wordt het gedroogd. Nemen ze alles mee. En vervolgens gaan ze dat laten drogen in de schuur. En dan op 8 september... gaan ze het flevelen, wordt het kaf van het koren gescheiden. En dan hebben we een mooie spelt om weer in te zaaien. Of om brood van te bakken. Wouter, filmen, dat mag wel, hè? Ja hoor. Ja hoor, dat mag wel. Leuk om... Thank you.